Breda Nu. Je weet het meteen. Bij Breda Sport deze keer iets heel bijzonders. De McDonald's Cup. Jongetjes van 8, 9 en 10 jaar die aan het zaalvoetbal zijn. Indoor Soccer Festival in Breda. Daar zijn jongetjes bij van Bayer Leverkusen, van Chelsea, van Feyenoord. En omdat NAC nog geen team had van 9-jarigen, hebben we een Bredaanse selectie bij elkaar gezocht. Dat wil zeggen, dat heeft de organisatie gedaan. We gaan even spreken met de organisatie, maar we gaan vooral even lekker genieten van de beelden. Want jullie hebben een heel toernooi opgezet hier in Breda. Ja, wij zijn hier eigenlijk 4 jaar geleden mee gestart. En inmiddels voor de 5e editie. Clubs uit heel Europa die hier naartoe komen. Ja, het niveau is ontzettend hoog. En het is, wat je zelf hebt gezien, het is echt een heel leuk toernooi om naar te kijken. Er is een Bredaanse selectie en die speelt tegen 4 of 5 andere landen. Ja, nou ja, we hebben eigenlijk sinds het eerste jaar nu hebben we ervoor gekozen om een Bredaanse selectie erbij te pakken. Waarom? Omdat NAC Breda heeft geen onder 9. Wat natuurlijk erg jammer is. En wij dachten van het is toch wel... Jong talent. Ja, het is wel jammer als geen Bredaanse jongens onder 9 niet tegen zulke tegenstanders kunnen spelen. Dus zijn we samen met de gemeente Breda, die ook partner is van het toernooi, zijn we gaan kijken van hoe kunnen we nou de gemeente Breda toevoegen of bijvoegen in het toernooi. Nou, toen zijn we tot de conclusie gekomen om Breda's selectie te starten. Ja. Ja, en er zijn jongens van Baronie, JK, TVC, Boeimeer, ga zo maar door, die nu tegen jongens van Chelsea spelen, Anderlecht spelen, Feyenoord spelen. Ja. En dat is voor die jongens natuurlijk geweldig. Wat ons opvalt, het niveau is bijzonder hoog. Ze wordt professioneel voetbal. Soms schoppen ze elkaar per ongeluk helemaal omver en 2 seconden later staan ze weer. Ja, nou ja, kijk, het is een manier van spelen wat nieuw is voor heel veel ploegen. Kijk, wij zijn in Nederland zijn wij gewend om te spelen op zulke veldjes met boarding, met netten en alles eromheen. Maar ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de Engelsen, die hebben nog nooit op zo'n veld gespeeld. Dus voor hun is het helemaal geweldig. En dan zie je ook, die moeten wennen. De eerste wedstrijd verliezen ze bijna altijd, maar daarna gaan ze erin komen. En uiteindelijk wordt het wel een leuk ploegje. Alleen het is wat ik al zei, dat is gewoon een gewenning. En voor die ploegen, dat is ook wel de meerwaarde van het toernooi. Voor die ploegen, dat die iets hebben wat zij thuis eigenlijk niet hebben. Wat is het voordeel van, of nou Breda's selectie of de Engelse selectie, zeg maar. Wat is het voordeel om tegen andere landen te spelen? Spelen die dan er zo anders? Ja, kijk, ik werk voor een bedrijf Academy Trips. En dat bedrijf heeft eigenlijk als doelstelling, als missie, hoe jeugdopleidingen hun spelers beter kunnen maken. Nou, wij hebben op een gegeven moment met heel veel verschillende academies gepraat. Verschillende landen, Noorwegen, Engeland, België, ga zo maar door. En wij vragen altijd aan hun van, wat vinden jullie nu belangrijk voor jullie spelers? Ja. En zij komen allemaal terug op toernooien, het spelen tegen andere culturen, tegen andere speelstijlen. Ja. En dat is natuurlijk ook zo, want je speelt in de regio, speel je altijd dezelfde ploegen. Dat is waar. En die jongens, die worden niet meer uitgedaagd op een gegeven moment. En door het spelen van toernooien merk je bij heel veel ploegen, dat vinden ze allemaal mooi. En die spelers, die leren daar gewoon zoveel uit aan een eendaags of tweedaags toernooi. Ja. En daar zijn wij als bedrijf zijn er gewoon op ingesprongen. En nu organiseren wij 30 tot 35 toernooien door het jaar heen. Van Madrid tot aan Londen, tot aan Rotterdam, New York, overal eigenlijk. Kan het dus zo zijn dat
Jij bent Korenbrits, jij komt ook een beetje uit Breda, de naam Korenbrits. Kan het dus zijn als iemand dit ziet op tv dat ze zeggen, hey, misschien selecteert hij mij wel over 1 of 2 jaar. En dan zit ik ook in New York. Ja, dat zou kunnen. Kijk, we hebben een... New York, het zal moeilijk worden, want Breda selectie hebben we echt alleen in Breda. Wat we met de gemeente Breda zijn opgestart. Ja. Maar ja, kijk, toernooien zoals dit, voor jongens van zo'n Breda selectie, er lopen hier genoeg scouts rond. Ja, die kunnen altijd een jongen zien en denken ze van, hey... Ja. Die kunnen wij onze club erbij pakken. Ja, kijk, ik heb, als ik een voorbeeld mag noemen over ons toernooi in Madrid. Ja. Daar lopen scouts rond van Manchester United, Everton, alle grote clubs zeg maar, in Europa. Ja, en, ja, dat is voor spelers natuurlijk interessant. Wordt een speler van 10 jaar dan al geselecteerd? Is dat niet erg jong? Ja, kijk, ze beginnen nu al vanaf 8, 9 jaar. En sommige jeugdopleidingen zelfs vanaf 6 jaar. Dus ja, dat verschilt ook heel erg per land. In Engeland bijvoorbeeld beginnen ze een stuk eerder. In Nederland ook wel wat opleidingen die wat vanaf 8, 9 jaar beginnen. Ja. Maar ja, wat ik al zei, bijvoorbeeld NAC, die beginnen pas van onder 11. Ja. Ja, en die jongens, die worden dan vaak voordat ze de onder 11 bereiken, worden ze al door PSV, Feyenoord, worden ze al weggehaald. Hey, de McDonald's en de gemeente Breda, die hebben hier hun hart in liggen. Wanneer is het volgende toernooi in Breda, weet je het al? We zijn nu aan het kijken, ook voor volgend jaar, om te kijken wanneer we het kunnen gaan organiseren. En we denken dat we het een weekend later gaan pakken. En dan kunnen we ook weer ploegen als Ajax deze kant op halen. Want die zijn nu, hebben een eigen toernooi in hetzelfde weekend. Dus die zijn op de eigen toernooi aan het spelen nu. En volgend jaar willen we een weekend later, 13 januari, gaan zitten. En dan kunnen wij ook die ploegen weer deze kant op halen. Praktisch vraagje nog, hoe lang zijn de wedstrijdjes? 12 minuten. Hoeveel spelers doen er mee per team? 5 tegen 5. Dus 1 keeper, 4 veldspelers. Okay. Wordt er veel gewisseld? Mag je vrij wisselen? Ja, het is het vliegende wisselprincipe, hoe wij dat noemen. En je mag zo vaak wisselen als je wil. En ja, maakt niet uit wanneer je dat doet. Mag je slijdingen maken? Ja, er wordt gedaan. Eigenlijk zeggen wij van, ja, kijk uit als het echt een gevaarlijke, echt een tackle is. Dan fluit de scheidsrechter af. En dat is ook wel leuk om te zeggen. De scheidsrechters die hier allemaal zijn, die zijn hier allemaal voor het 4e jaar op een rij. Dus dat zijn allemaal jongens die elk jaar terugkomen. Dat is hartstikke leuk. Ja, dat is heel leuk. Hey, heel veel succes vandaag en tot snel weer. Ja, dankjewel. Ik heb net gespeeld met de Breda's selectie tegen Everton. En waren ze goed? Ja, een beetje. Hoe vond je het gaan, de wedstrijd? Ja, best goed. Ja? Wat vind je van het toernooi? Best leuk. Ging het goed op het toernooi? Ja. Heb je lekker gespeeld? Ja. Worden jullie kampioen vandaag? Ik denk het niet. Maar jullie zijn bij elkaar geroepen. Allerlei verschillende Bredaanse clubs. En dan moet je ineens tegen buitenlandse clubs voetballen. Dat is best spannend, toch? Ja. Ja. Van welke club kom jij zelf? Baronie. En sta je daar al in het eerste? Ja. Ja? Okay, jongen. Nou, heel veel succes vandaag. Bedankt, hè? Dank je wel. Hoe ging de wedstrijd? Goed. Tegen wie heb je net gespeeld? Everton. Okay, en hebben jullie gewonnen? Nee. En hoe is de rest van het toernooi gegaan? Niet heel erg goed. Valt het je tegen? Ja.
Hoe komt het? Dat weet ik niet. Zijn de ploegen heel sterk? Ja. Gaan jullie kampioen worden vandaag? Nee. Wil je nog wat leuks vertellen over dit toernooi? Nee. Dankjewel, Job. Hey, hoe oud ben jij? Ik ben 8 jaar. En jullie zijn allemaal heel jong en jullie kunnen ook allemaal heel goed voetballen? Ja, heel goed. Hoe komt dat? Ja, het gewoon trainen en meer trainen. Hoe is het nou met de Bredase selectie tegen allemaal buitenlandse ploegen te voetballen? Ik vind het heel leuk om tegen andere ploegen te voetballen. Want dan krijgen we meer eigenlijk als we trainen dan... Ja, er zit gewoon niks, maar dan als we spelen tegen betere teams, dan krijgen we meer van het. Is er een team waar jij zegt van, nou, die gaat winnen vandaag? Ja, ons. Goeie. En wat is de moeilijkste ploeg waar je tegen gespeeld hebt vandaag? Ja, die waren West Ham en Everton, want ze gingen gewoon druk zetten de hele tijd. Met Everton gingen ze gewoon met nummer 9, hij ging gewoon druk zetten en naar achteren gaan. Is het moeilijker om met boarding te voetballen dan op het veld? Nee, ik vind het makkelijker. Want als je speelt dan met de boarding, dan kan je het gewoon tikken zo hard als je kan. En dan komt hij weer terug naar je. Dus je kan eigenlijk sneller doorspelen? Ja, meer gebruik van maken. Is het niet vermoeiend? Nee, het is niet moeilijk. Nee. Oké, nou ik zou zeggen, ga maar snel naar de kleedkamer en succes vandaag. Ja, dankjewel. Scheidsrechter is opgelet. Nou, u heeft gezien. Ja, schitterend toch? Mannetjes die beter kunnen voetballen als u en ik bij elkaar. Schaarbewegingen, ze vallen neer, ze komen binnen een seconde weer overeind. Hartstikke mooi. Techniek gezien, mannetjes van 10 die 3 man passeren. En ja, het is gewoon geweldig. Volgende keer bij Breda Sport gaan we even kijken naar iets heel anders, maar ook iets heel leuks. Tot volgende keer. Breda en atletiek en sport en gala, dat is allemaal aan u verbonden. Ik ben echt een sportdier, inderdaad. Ja. Ik ben groot geworden in de, nou ja, groot. Ik ben opgegroeid in de voetballerij, als voetbalscheidsrechter. Daarna ben ik in de atletiek terechtgekomen. Liever gezegd bij de atletiek, want in de atletiek dan beoefen je hem zelf. Okay. En dat heb ik niet gedaan, maar dat was omdat mijn dochter aan atletiek ging doen. En dan word je jurylid en scheidsrechter en wedstrijdleider en starter. En dan word je voorzitter van de WOC, van de atletiek vereniging Sprint. En okay. Zo gaat het maar door. En een van die dingen, de laatste 17 jaar, is dus het gala van het sportgala van Breda? Ja, het sportgala van Breda. Ik werk daar inderdaad al 17 jaar al mee. Voor mensen die het niet weten, wat is precies het sportgala van Breda? Het sportgala is een evenement wat is ingevoerd om namens de gemeente de sporters van Breda op een juist moment een schouderklopje te geven. Okay. En dat schouderklopje, dat is er toe uitgegroeid dat men op het sportgala een verkiezing heeft georganiseerd van sportman, sportvrouw, sportploeg, jeugdige sporters. Dus wij noemen dat talenten en gehandicapte sporters. En hoe kom je dan bij die selectie? Hoe weet je nou, ik bedoel, gaat u zelf op pad ieder weekend van nou, ik ga nou iemand scouten? Of?
Nou, het lijkt er wel een klein beetje op. Ik doe dat niet zelf. Wij hebben een bestuur waarin we het sportgala progen tot stand te doen komen. En binnen dat bestuur kiezen we ervoor om bijvoorbeeld krantenknipsels te verzamelen. Het hele jaar door. Waardoor wij weten welke sporters boven komen drijven. Daarnaast stellen we het publiek, de verenigingen, de ouders, maar ook de sporters zelf in de gelegenheid om een voordracht te doen tot nominatie. Nou, dan maken wij van dat geheel maken wij een bidboek en dat bieden we aan de jury. En de jury gaat zich daarover buigen en die komen tot een oordeel. En als er nou mensen uit de hele straat zeggen, nou, wij willen graag dat Jantje genomineerd wordt en ze gaan massaal op hem stemmen, maar dat zou dan niet kloppen misschien? Dat zou best kunnen kloppen en dat mag ook gerust. Ja. Op onze website kun je bijvoorbeeld stemmen op atleten. Ja. Nou, die stemmen die tellen straks mee in de prijs der sporters. Een van de uitreikingen die we doen op het sportgala is een verkiezing van de genomineerden onderling. En die genomineerden onderling die zeggen eigenlijk van nou, die atleet of die ploeg heeft de beste prestatie dit jaar geleverd, de meest aansprekende prestatie dit jaar geleverd, ja. Waardoor we vinden dat hij of zij of de ploeg de prijs der sporters moet krijgen. Ja. En als er nu veel gestemd wordt bij ons op de website, www.sportgalabreda.nl, dan kan een van die stemmen kan meetellen in de prijs der sporters. Het kan net een beslissende stem zijn. Het zou een beslissende stem kunnen zijn, ja. Bredana's die dit zien, die denken van nou, wanneer is dat sportgala? Hoe kan ik eraan meedoen? Hoe kan ik gekozen worden? Het sportgala is op vrijdag 10 februari in het Chassé Theater in het centrum van Breda. Net als vorig jaar was het? Net als vorig jaar. En in het Chassé Theater, daar kunnen we 700 mensen kwijt. Dus dat kan een lekkere volle zaal worden waar we de sporters presenteren, waar de schouderklopjes uitgedeeld worden, maar waar ook show, zang, dans, sportdemonstraties aan vastzitten. Dus dat wordt heel leuk. Vorig jaar was het behoorlijk succes, was het ook het 25-jarig bestaan. Is het nou zo dat jullie denken van nou ja, dit jaar doen we maar weer gewoon, of gaan we kijken van we gaan het nog beter maken of nog uitgebreider? Nou, veel uitgebreider kan het niet. We hebben natuurlijk een budget van de gemeente gekregen waar we mee moeten werken. En wil je het heel veel uitgebreider gaan doen, dan moet je daar ontzettend veel geld tegenaan gaan gooien. Want het kost enorm veel geld om zulke zaken goed geregeld te krijgen. Maar iedere keer een stapje verder, leuker maken, aantrekkelijker maken voor de mensen om te komen. Dat ze zeggen aan het einde van het sportgala van, kijk, dit is iets om terug te komen. Dit is herkenbaar voor ons. Dit is een van de evenementen van Breda. En als mensen dus zeggen, hé, dit is leuk, ik wil terugkomen. Kost het entree of hoe komen ze binnen? Een van de opdrachten die we hebben gekregen is zorgen dat het zo gelijkvloers mogelijk is. Zodat de entree is gratis. Iedereen kan bij ons binnenkomen. Dus hoef je ze niet te melden. Degenen die genomineerd zijn en hun gezinsleden en hun families, die krijgen van ons de uitnodigingen. Ook de sportverenigingen waar ze aan gelieerd zijn, krijgen van ons de uitnodigingen. Maar het Bredaanse publiek, dat mag gratis en van niks naar binnen. Dat is hartstikke fijn. Ik vraag me nog af, als iemand nou gekozen is tot sportvrouw of sportman van het jaar, of mensen met een beperking, die zijn dan automatisch een voorbeeldfunctie voor de toekomst naar hun leden? Dat is één. Ik vind dat heel sterk gezegd van je. Maar we gaan ook proberen om die titel wat meer waarde te geven door de sporters een klein beetje aan Breda te lieren, zodat ze Breda uitdragen in het land. Ja. En is er daar dan ook nog een onderlinge competitie van Tilburg, Breda, zegt ook een Bos Etten-Leur? Nee? Nee, in het geheel niet. Nee, het is echt een Breda's gebeuren waar wij met onze Breda's sporters, er staat ook ergens in onze reglementen dat een sporter die verkozen kan worden Bredanaar moet zijn, gemeente Breda dus. Ja. Dus daar hoort ook Bavel en Ulvenhout bij, gemeente Breda. Ja. En hij of zij moet lid van een Breda'se vereniging zijn. Zijn er de afgelopen jaren nou ook verrassingen naar voren gekomen? Dat u zegt van nou, die is geselecteerd, potverdorie, die heb ik helemaal nooit in de gaten gehad.
Nou, dat gebeurt vooral in de jongere categorie, de talenten. We hebben een verkiezing voor vrouwelijk talent en mannelijk talent. Mm-hmm. Daar zie je heel veel jonge mensen naar voren komen waarvan je bijna nooit gehoord hebt, maar die geweldige prestaties geleverd hebben. Van Nederlands kampioen of Brabants kampioen, maar zelfs Europees kampioen hebben we onder die jonge gasten zitten. Dat zijn meestal verrassingen. In de wat hogere categorieën, zoals de sportman en de sportvrouw. Daar komen nogal eens een keer dezelfde namen bovendrijven. Ja, ja. Kijk maar naar degene die nu genomineerd zijn bij de mannen. Dan praten we over Pieter Brown, Matthé Middelkoop. En wie is de derde, zo gauw uit mijn hoofd gezegd. De naam ben ik eventjes kwijt. Maar dat zijn mensen die constant top aan het presteren zijn. Dat geldt ook voor de vrouwen, waar op dit moment Anouk Vetter een van de kandidaten is. Geweldige atleten. En hebben jullie dan ook de ervaring dat mensen zeggen van, hey, die is vorig jaar sportman van het jaar geworden, ik ga dat ook proberen, dat ze zich optrekken aan zo iemand? Dat ze die willen inhalen? Ja, dat is heel moeilijk natuurlijk voor die sporters. Ja. Want dat betekent dat ze minimaal of wereldkampioen moeten worden of Europees kampioen, ja, of in ieder geval Nederlands kampioen. Want ja, op dat niveau zijn we wel aan het denken met de sporters. Ja. En dat word je zomaar niet. Nee, dat is ook zo. Dat word je zomaar niet. Ja. Een laatste afsluitende vraag. Hoeveel jaar gaat dit nog door? Als het aan de gemeente ligt, eindeloos. Want de wethouder is bijzonder trots op dit sportgala. Gebruikt het ook altijd graag om als verbindingspunt tussen de gemeente en de sporters. En ziet iedereen daar heel graag komen. Okay. Bedankt in ieder geval, meneer Nachtzaam, voor alle jaren tot nu toe. Hè, van het organiseren van het sportgala. En heel veel succes en plezier in de toekomst. Graag gedaan. Je weet het meteen.